Van de lucht naar de weg. Of de garage eigenlijk. Een garagebedrijf brengt zichzelf in het nu volgende fragment onherstelbare schade toe. Deze video is gemaakt door een verborgen camera. Die is opgehangen bij een garage in New York. Zelfs de baas van de garage weet niet dat er een camera hangt. En dat is maar goed ook. Anders was misschien nooit aan het licht gekomen dat zijn medewerkers een auto eerst slopen voordat ze hem repareren. We zijn getuigen van een wel heel bijzondere manier van repareren. De medewerker pakt een grote zware moker en begint er eens lekker op los te slaan. De moker is gewikkeld in doeken, zodat het geen duidelijke sporen nalaat. Alleen maar deuken. Dit is geen wraakactie tegenover de eigenaar van de auto. Dit gaat puur om het geld. Your car that was damaged and would have cost $1,000 to fix is now going to cost $3,000, $4,000. So in their minds, it's well worth the effort and time to enhance this damage prior to the adjuster coming. De auto werd binnengebracht met, schrik niet, een deukje in de bumper. Na overleg wordt er besloten om ook de achterkant nog maar even een behandeling te geven. Zo lijkt het alsof de auto ook aan de achterkant is aangereden. Deze fraude kwam aan het licht na een klacht van een aantal klanten van de garage. We first became aware of the problem because we received a complaint from one of the local insurance companies. And they took pictures of the damage to the vehicle at the scene. Then when that vehicle actually showed up at the repair shop, it had substantially additional damage on it. This was actually court-ordered surveillance. De politie hangt de camera in de garage op om bewijsmateriaal te verzamelen. Na een weekje draaien hebben ze genoeg verzameld om er een flinke zaak van te maken. We caught them causing damage to roughly a dozen cars over a week's time. Now this is a car that's been brought to them repair. The damage is obviously in the front driver's side of the car, and they've now discussed what damage they want to inflict on this car. And the employee, under orders from the management of the shop, is now inflicting that damage. He knows what to hit, what parts they want damaged before the insurance adjuster gets there. He'll place the money maker actually into the hood of the vehicle and then proceed to close it. And obviously that will help crinkle the hood to make it look like it was in a car accident. They had no idea that there had been a camera in there. And of course, when people are arrested, it wasn't me. It never happened, not guilty. They recognize that the videotape is such damaging evidence against them that they now want to talk plea. Deze videoband bleek een doorslaand succes in de rechtszaak. Vier werknemers en de eigenaar van de garage zijn inmiddels veroordeeld voor fraude. The tape is phenomenal. I don't think you'd have to tell a jury that he is not repairing this car at this point in time. So the video speaks louder than words. Zonder deze videoband had de aanklager nog geen deuk in een pakje boter kunnen slaan. De garagebrand in Amerika moet nu wel weer een imago zien op te poetsen, want de consumenten zijn behoorlijk argwanend geworden. In het laatste filmpje van vanavond zien we een 5-jarig jongetje dat argwanend staat tegenover het bestaan van Sinterklaas. Het is een drukte van belang op en rond dit huisje in een stille buitenwijk. Vooral de schoorsteen heeft de aandacht van de brandweer en de politie. Een 5-jarig jongetje is namelijk in de schoorsteen geklommen op zoek naar Sint-Nicolaas. Maar het is hartje zomer, dus Sinterklaas zit natuurlijk in Spanje. En de jongen in de schoorsteen, klem. Robert. You see that loop that's down around your rear end there? That loop and the rope? You need to put your leg through that loop, okay? De jongen zit al bijna een uur vast, maar de reddingswerkers zijn hoopvol gestemd. Seems to be doing pretty well. Probably gonna be a little dirty when he comes out though. Dat is misschien nog wat voorzichtig uitgedrukt. Na eerste hulp op het dak en na hem een beetje toonbaar te hebben gemaakt voor de televisiecamera's op de grond, wordt de jongen naar het ziekenhuis afgevoerd. Doing good. Little scratches and bruises, but he's doing pretty good. Het jongetje maakt het inmiddels weer goed. Dit was het weer voor vandaag. Morgen zijn we er weer met onder andere de volgende onderwerpen. Een vreemde bewoner in het riool van Florida. De Eiffeltoren als opstapje naar een stuntcarrière of als afstapje naar het ziekenhuis. Een ontembare ijsmassa maakt korte metten met een brug. En de grootste brand uit de geschiedenis, de oliebranden in Kuwait. Wat u hier ziet is een supersonische straaljager in actie. Maar voordat de luchtmacht het goed vindt dat je in deze vliegtuig vliegt,
moet je eerst bewijzen dat je hier tegen kunt. Misschien heeft u zoiets al eens in de film gezien, maar dit is echt. Het wordt een vluchtsimulator genoemd. De machine kan in een paar seconden een snelheid van ruim 180 km per uur bereiken. En dat kan letterlijk je adem benemen. Hallo, wake up. You with me? Are you back? Yeah. Record Enterprise. Come in. Deep breath, going up. On top. One. Okay, you can back off. Deze piloot is net voor een cruciale test geslaagd. Ze droeg een speciaal pak om haar te beschermen tegen de hoge druk, die tot gevolg kan hebben dat er geen zuurstof meer bij de hersenen komt. Maar niet elke piloot kan dit aan. Kijk maar eens naar deze man. Zijn hersenen krijgen niet genoeg zuurstof en daar wordt hij nou niet bepaald mooier van. Dit is geen vluchtsimulator. Een camera aan boord van een F-16 laat dramatische beelden zien van wat er tijdens een vlucht allemaal mis kan gaan met een piloot. Gelukkig kon de co-piloot in dit geval het stuur overnemen. Ook bij autorijden kunnen mensen in benarde posities terechtkomen. Een airbag kan erbij levens redden, maar het kan ook problemen veroorzaken. Kijkt u maar naar het volgende fragment. Hulpverleners proberen twee mensen te redden uit het wrak. De brandweer had echter geen flauw idee dat ook zij zelf in moeilijkheden zouden komen. Geheel onverwacht explodeert de airbag met een enorme kracht midden in het gezicht van brandweerman Tom Tribbets. Zijn collega raakte ook gewond, maar Tom kreeg toch het meeste te verduren. My chest is sore, my butt sore, everything's sore. Tom's vrouw is blij dat het goed is afgelopen. I was just glad that I had seen him before I saw the video. It would have scared me to see the video. Gelukkig raakte er niemand ernstig gewond, maar één ding is zeker: Tom was weliswaar op de goede plek, maar op het verkeerde tijdstip. Als afsluiting van vanavond een onderwerp over olifanten en hun soms unieke samenwerking met mensen. Wist u dat deze dieren hun eigen Olympische Spelen hebben? Dit zijn de deelnemers van de jaarlijkse Olympische Spelen voor olifanten in Thailand. Overal komen ze vandaan. Deze 140 olifanten die het tegen elkaar gaan opnemen. In aanvulling op touwtrekken en racen is dit de echte test voor deze vriendelijke reuzen. En er wordt niemand geplet. Maar de grote attractie is het olifantenvoetbal. Hier gaat Cruijff links aan de zijkant en kijk eens hoe hij oprukt. En dan is het toch Neeskens die bal wegwerkt. En kijk eens hoe Wouters achter die bal aangaat. Ja hoor, daar is het toch. Even kijken wie dat is. Ik zie het Bergkamp die achter die bal aangaat. En dan een schitterende paas van Van Hanegem. Krijgt applaus. En kijk eens hoe Wouters hier aan de rechterkant van het veld. Het publiek moedigt hem aan. Wat een schitterend schot hier van Gullit. En het is Cruijff die uiteindelijk hier die bal weet op te pikken. Een schot lost op het doel en wordt dat een goal? Dat wordt een goal! En kijk eens, hier druipt de tegenstander af. België heeft verloren en Nederland wint. Dit was het weer voor vandaag. Morgen zijn we er weer met onder andere de volgende onderwerpen. Brand in olietank brengt levens van de brandweer in gevaar. Hoe te handelen bij een gijzeling. Brandweerman verdrinkt bijna in ijskoud smeltwater.
En het leven van een student is niet zonder gevaar.